Ja, dat was het nummergewissel dat ik vorig jaar heb gedaan in augustus. Dat was voor de Paris Agreement of 2015, of course, with the keeping well below 2 degrees, which is the important goal we have. And I thought, okay, why not put it on the shirt? So now, and it became a great, you know, a great exposure, a great symbol of this, and it went everywhere. It was really, got contacted from all over the world. We are in the midst of a climate and environmental crisis. It's a crisis, we're in it. You know, if we don't do drastic things, it will be severe consequences. We're already seeing it, but you know, the next 10 years, we're really in deep shit. I sincerely believe that football has to take a huge responsibility. I think it has a possibility to do it now, it doesn't. You know, that's the goal, is that football starts to take a stand, and especially football players can make a movement and, you know, change this. Speaking about a problem that, you know, it's worldwide, it's cross cultures, religions, everybody in the world is involved, and we need, you know, people to speak up about this issue so we actually can create a movement that's, you know, cooperating on, you know, even though we're different cultures, we're different people, we speak different languages, but we need to work together. And I realize that football players have this unique possibility of actually connecting us, because what is the one thing that we all love? That's football. You know, football is the one thing, one of the only things, social phenomenons that connects us. Hier is de balkon. Ja, dit is wel echt mooi, omdat hier een groot gedeelte van de jaar mag ik hier buiten zitten. Vandaag is het niet zo mooi, maar je ziet hier een mooi uitzicht met de zee. En ja, het is wel is heel mooi. We gaan heel veel plezier aan beleven, dat weet ik zeker. Deze fantastische voetballer. Hij zit voor de komende jaren vast, dames en heren, aan Sportclub Heerenveen, Martin Kozy! Ja! Oké, dankjewel. Dankjewel. Thank you very much. Ik weet nog wel dat we... wij tekenden allebei op een open dag. Was met Jordy Buijs samen, was op zo'n podium. En ik vind dat altijd zelf echt super ongemakkelijk. Omdat ik zelfs ook met Morten was gehaald als vrij groot Noors talent. En Jordy was een gerenommeerde speler in Nederland. Dames en heren, Martin de Fokker is voor de komende jaren aan Heerenveen verbonden. Ik was een hele onbekende jongen, dus dan zit je daar een beetje ongemakkelijk, zeg maar, bij te doen. Maar Morten ging met nummer 8 spelen, maar ze hadden zijn shirt, als ik het goed heb, nummer 25 gegeven. Dus hij staat echt een beetje zo ongemakkelijk dat nummer daar te verbergen. Maar voor mij is dit shirt is een hele mooie herinnering. Uw applaus voor Martin, Jobby. Every day I learn new things, and yeah, the coaches, everyone tries to help me, even with the Dutch and what to do. So yeah, I think I will learn fast. Ja, je moet het zo zien. Je komt in een nieuwe ploeg. Ik ken er wel wat jongens nog van het Nederlands team onder 19 ook. Maar verder ken je eigenlijk niemand, en dat was voor hem natuurlijk hetzelfde. Dus ja, dan trek je met elkaar op. We zaten in hetzelfde hotel, en vervolgens blijkt dat die klik heel goed is. Zo zijn we eigenlijk vrienden geworden. Morten. Hallo. Voor Erdu. Voor Erdu? Goed? Goed. Ja? Ja. Met jou? Ja, heel goed. Ja. Mogen we even binnenkijken? Ja, kom in. En Morten woont in een mooi groot appartement in het centrum. En hij zat ook in zijn eentje. Ik zei net, dat klikte goed. Op een gegeven moment at ik daar, ja, bijna iedere dag. Dus werd zijn huis ook een beetje mijn huis. En ja, die klik was heel bijzonder. Ja, yeah, my friends are here, so... Yeah, we're not 40-year-old ladies, so we keep it a little bit cool with the... Yeah, it doesn't worry me. This is just a part of it. So this is where I chill. And I go also turn... I can play PlayStation from here, and also
Yeah, turn off and on the music. So. Ja, we hadden blijkbaar op dat moment ook allebei behoefte, zeg maar, aan iemand om echt veel tijd mee door te brengen. Dus ja, ik ben uiteindelijk ook het jaar later ben ik verhuisd naar het appartement onder hem. Ze hadden met z'n tweeën een soort van een groot gebouw en we hadden een open door policy, zoals ze dat zelf noemen. Dus de deur ging nooit dicht of op slot. Dus ja, dat is op dat moment wel gewoon echt ja, een hele goede vriendschap geworden. Wij zijn hier at the Abelenstra Stadium with Martin de Fokkert. En we are answering some questions from our wonderful fans. Jori van Dongen, je Instagram-account is Martin Jackson. Afgeleid van Michael Jackson, kan jij ons wat danspasjes leren zijn? Ja, wat ook veel mensen weten die mij goed kennen is dat ik niet zo'n geweldige danser ben. Maar daarin vult Morten mij mooi aan, want hij is een hele goede danser, dus laat maar zien. Niet veel, maar liever iets van niet, zeg ik altijd maar. In Heerenveen, I started. It was kind of a journey where you start doing one thing, you realize, okay, you know, you're starting to read, you understand what is good, what is not good, what are the choices that I'm making every day that you know I can improve. If it's about you know how you eat, how you travel, how you use your energy, and also you know as a football player, how you use your voice is very important. How you speak about things. Kijk, in de voetbalkleedkamer, het is heel leuk, maar het is ook een plek waar je best wel snel zeg maar, voor lul gezet kan worden als je een beetje zeg maar, uit de pas loopt. En hij op de een of andere manier deed dat hem niet zoveel. Dus hij ging dan zijn flesjes, we hadden van die plastic flesjes die je dan te pas en onpas voor de helft opdronk en weer weggooide. En hij ging dat dan tape en zijn naam opzetten om dat her te gebruiken en ook proberen waar andere jongens dat gingen doen. In Heerenveen also I figured out we could do a lot of things with the club. In Heerenveen we started with the bikes to the training, that was the second year. I was there, started with the Kroonleven, with the zonnepanelen and you know all these initiatives that we did locally. So far I'm very happy with my bike. It's a perfect country to bike in, just flat and it's perfect. And to trainings, get some fresh air and I like it. So it's no problem for me. Hij gaf niet zoveel om kleding, dus hij ging van die duurzame kleding kopen. Nou, tegenwoordig is dat ook gewoon mooi, maar toen was dat echt een beetje geitenwolle sokkenachtig. Hij was de eerste jongen die volgens mij elektrisch ging rijden of in ieder geval hybride. Hij werd heel boos als ik dan, we woonden dicht bij het stadion, als ik met de auto naar het stadion ging, was een beetje een luie gozer. Dus hij was wel een, ja, kijk nu is het, het probleem is nu zo groot en zo wijdverspreid dat iedereen, vrijwel iedereen vindt er wat van of is er bekend mee. Maar hij was op dat moment echt een absolute voorloper. Ja, that's how a pro does it. Very rare nowadays that the players stay that long in the club, and that's when I think back, you know, it's like but I had a really good time. I enjoyed myself. I really liked the people, and the club was a great place to be for a young player and for a young me who's trying to develop and become the person I am today. You know, it will always be a huge part of my career. Is het 0-1 voor Torsby. Torsby! 2-3. En of het een eerlijke wedstrijd is. Torsby maakt zijn tweede. Daar is Torsby weer en dan zit hij dus wel. En hij verdient het ook. Morten Torsby. En daar Torsby. Ja, dat is een mooie goal. I'm looking back at it with, you know, only positive memories. And you know, that's something, that's how it should be. I'm extremely happy and grateful, and you know I'm still watching games and keep following the results. So I think I will keep on doing that till I get old, and I will come back to when I have time. I will come back and watch a game. Walking around, waiting for you to shine. Keep on passing through.
welkom hier in Italië, Genoa en Sampdoria. Ik ga jullie laten zien een beetje hoe mijn leven nu zit. Kom eraan. Het is een groot club en ik ben echt trots op om hier te kunnen spelen. Het is wel een club met veel historie en in een mooie plek. Wij zitten nu in Genoa, een van de mooiste gebieden van Italië. En vandaag is de weer, ik denk, de slechtste in de laatste twee maanden. En jullie hebben niet zoveel geluk, maar normaal gesproken is het hier gewoon mooi weer, ook in de winter. Ik ben echt blij hier om te kunnen spelen en de kans hier nu mijn derde jaar hier te spelen. Het is een mooie avontuur geworden en ik hoop dat het ook lang blijft. De zee is nu 5 minuten hier beneden en hier zit ook de berg waar ik, als je een vrije dag hebt, kan je ook daar makkelijk wandelen of ook dingen doen. En dat is ook, ik vind dat mooi. Ik vind dat mooi en als je ziet, het is heel groen en het is een omgeving dat ik van houd. Denk ik wel dat als je hier ga zijn, ook zonnepanelen leggen en elektrische auto's met alles doen. Dat zal heel mooi worden. Omdat jij ze daar ook voor stimuleert? Of? Ja, ik zit ook met altijd een beetje met iedereen om te spreken over dit soort van dingen. Ja, dit is het logo. Dit is van een voetbalschoenen en een groene. Hoe zeg je dat, die footprint? Ja, footprint, ja. En in een groene zwerg. En dan heb ik ook deze. Dat is eigenlijk hetzelfde, maar met de WePlay erin gezet. Hi, my name is Morten Torsby and I'm playing for Sampdoria in the Serie A in the Norwegian national team. I'm concerned about the environmental problems we are facing and I believe football has to do more to address these challenges. Therefore, last year I created the foundation WePlay Green. We Play Green's vision is to help mankind restore its balance with nature. Our goal is to activate the 3.5 billion football fans all over the world by creating awareness and inspiration in partnership with clubs and players. Nou, in de periode dat wij dus samenwoonden, was dat al iets waar hij over sprak. Dat hij het gevoel had van, als voetballer kan ik zoveel mensen bereiken, daar moet ik iets mee. En de periode dat ik verhuurd was, ik weet niet of het mijn eerste of tweede jaar was. Weet ik nog dat hij ging een beetje door een dalletje bij Heerenveen. En zat hij echt ook wel te twijfelen over, wil ik dit nog? Moet ik niet gewoon voltijds klimaatbestrijding gaan doen? De bestrijding van klimaatverandering, moet ik daar niet voltijds iets mee gaan doen? Toen kwam hij zelf tot de conclusie, samen met zijn ouders. Hoe beter ik voetbal, hoe bekender ik word, hoe groot bereik ik heb. Dus dat werd toen echt een soort van zijn dingetje. Oké, ik moet zo goed mogelijk worden, want dan kan ik meer mensen bereiken met deze boodschap. En toen is ook best wel snel dat zaadje geplant van, daar moet ik meer spelers bij betrekken. Want als je daar een grote groep spelers, het effect dat je daarmee kan verkrijgen, dat is ongeëvenaard. I thought, unfortunately, I'm not Cristiano Ronaldo yet. You know, I'm not big enough. My voice is big or I have an impact, but to have a huge impact, you need more players, and you need players all over the world. And that was the start, I think, of the my foundation, We Play Green. That was the idea of how big I just thought for myself, how big can this become if we are, 1,000 players speaking about this all over the world? Then you can have a huge impact. And then I thought, this is something I want to try to do. Join us in this vital game. Let's play to save the planet. The time goes, but 2015, 2016, I felt like this is starting to move, but it was still among the players. I didn't find any other players who was really speaking about this and busy about this. But now, now we can speak of, always Sim De Jong, which I'm speaking to a lot in Heerenveen. You have more players like Hector Bellerin. Yeah, several players is now starting to speaking up about this issue. So now things are starting slowly to move in the right direction, and the players are now starting to understand that they have to do something and they have a role to play as well. Ik roep ook wel vaak in de kleedkamer van al die plastic flesjes, is dat nou nodig? En toen kwam er contact met Dopper en zijn we eigenlijk tot deze flessen gekomen in de kleedkamer en hebben we alle single-use plastic waterflesjes vervangen voor Doppers en gebruikt iedereen die nu in de kleedkamer. Dus dat is toch een klein stapje.
nou ja, ik denk dat duurzaamheid een heel belangrijk thema is in de wereld. En ja, dat waar de wereld nu naartoe gaat, dat op deze manier dat niet verder kan. En ik denk dat, dat ik daar zelf ja, ook dingen aan probeer te veranderen. Zeker ook nu ik kinderen heb en je een beetje nagaat van oké, hoe ziet de wereld er dan uit over, over x aantal jaar en de schetsen die daar van zijn, dan... Dan denk je van, nou, dat is niet een wereld die je kinderen zou willen gunnen als dat uitkomt. En ik denk wel dat daarin belangrijk is om te kijken hoe we dat kunnen gaan veranderen en hoe we met elkaar daar een oplossing voor gaan vinden. Maar het zou mooi zijn als je gewoon echt een aanzienlijke groep voetballers, ook met honderden spelers hebben, die zich gewoon echt als een soort klimaatambassadeurs gedragen. Omdat je ziet, kijk, voetbalclubs en voetbalspelers hebben echt fans. Dus je hebt gewoon een bepaald krediet richting mensen wat een bedrijf bijvoorbeeld niet heeft of de politiek ook niet echt. Dus je kunt mensen op een hele subtiele manier en op een hele authentieke manier, denk ik, in een richting bewegen waar we allemaal wat aan hebben. Dus ik zou het, ja, mijn droom is dat we in de voetballerij echt een grote groep spelers hebben die zich er hard voor maken. Ik denk dat het belangrijk is dat je jezelf erover uitspreekt en ja, dat andere mensen er daardoor bewuster van worden. Ik vind het wel moeilijk dat je anderen helemaal gaat wijzen op de dingen die ze fout doen. Dat is ook wel natuurlijk een argument dat vaak gebruikt wordt. En ik denk juist dat je bewuster moet gaan worden van de dingen die je zelf goed kan doen. En ja, het is denk ik heel moeilijk om in één keer van de een op de andere dag niks meer fout te doen. Of je moet stoppen met het leven hoe je nu leeft eigenlijk. Ja, ik denk wel dat het belangrijk is dat we met z'n allen gezamenlijk steeds beter gaan kijken hoe we problemen kunnen gaan aanpakken. Food, transport and energy. That's the three things where you use, like where we have the biggest consumption and the biggest footprint in our daily lives. So I've changed, of course, my food, the way I eat. Me and my girlfriend, my girlfriend is 100% vegetarian. I am 95% or 90% only when we play in away games. And sometimes in Italy, it's not so easy to find the vegan options. So I have to eat chicken, but I never eat red meat, for example. So this is an important part for me. Of course, in the transport, I drive an electric car and I try not to drive if I don't. I try to take the train if I can. I also step, like flying, I cut down a lot. I of course have to go with the team when we go on away trips, but in my personal life, I try not to fly at all. Being perfect is not possible, but cutting down is possible. So these are the small things that you can do, of course, and of course watching out all the things you buy. Do I really need this? Is it possible to fix things? Do I need new things? You know, all these things that... and that, I think these things in general, what I speak about now, that's, you know, that's general for all people. That's, you know, that's you as a person. Het is niet zo dat ik nou klimaatexpert ben of wat dan ook. Dus het is meer dat ik me uitspreek over een thema wat ik belangrijk vind. En daar krijg ik toch al best wel wat aandacht voor. Maar het komt ook wel omdat het een belangrijk thema is. En ja, voor voetballers is het ook niet altijd makkelijk om zich uit te spreken over andere thema's. Want ja, uiteindelijk word je afgerekend op wat er op het veld gebeurt. Je merkt dat veel andere voetballers het ook belangrijk vinden. Maar tegelijkertijd is het, ja, de voetballerij ook gewoon een lastige wereld om je echt te vestigen. Zoals ik net zei, je bent ontzettend afhankelijk van resultaten. En ja, ik denk dat iedereen die een eigen bedrijf of een foundation ooit heeft opgezet, weet dat dat met heel veel hobbels op de weg gaat. Maar volgens mij zijn we op de goede weg. The problem is thinking small enough. You have to think as big as possible and you have to dream big, because, you know, or else it's difficult to believe that you can change something. So I mean, with Ripe Green we dream big and we dream about changing, you know, making a big impact in the football industry. And with my personal career, I want to keep growing, keep improving, keep developing as a football player, and I really believe I can become much better. Hij is niet de meest sierlijke voetballer, maar het is wel een hele nuttige teamspeler. Dus ik zou het heel vet vinden als hij nog één... Hij zit nu ook bij een hele mooie club, Sampdoria. Maar ik zou het wel gaaf vinden als hij nog één stap hogerop zou kunnen. En of dat dan in Italië is, of in Spanje, of in Engeland, dat maakt voor mij niet zo uit. Ik ben echt, echt tevreden om hoe mijn ontwikkeling gaat. Ik moet nog steeds ontwikkelen en ik voel nu dat ik in een goede fase zit. En ik heb heel veel te verbeteren. Ik ben nog steeds 25. Ik denk wel dat ik
hier zijn de spelers nog steeds. Hij heeft 4 spelers over 35. Dat is een beetje het verschil van Nederland. In Nederland zijn je oud wanneer je 26 zijn. En hier in Italië zijn je nog steeds een talent. Weet je? Dat is een beetje het verschil. Kijk, dat geldt ook hetzelfde als bijvoorbeeld Martin de Roon. Dat zijn jongens die, dat was vermoord ook, die viel in Nederland niet zo erg op. Maar het voetbal daar. Worden jongens die gewoon een hele specifieke rol uitvoeren, zoals Morten, een hele fysieke speler, gaten dichtlopen. Dat geldt voor Martin, denk deels ook zo. De jongens die het vuile werk opknappen, die worden daar denk ik een stuk meer gewaardeerd dan hier. Dus dat op zich past hij daar denk ik heel goed, ja. You know, I love football, I love competing, I love this aspect of my life. And it makes it possible to actually work with another thing that I really am passionate about. You know, working with the two passions you have, that's, you know, I think I couldn't dream of a better combination, and I'm really happy that I have the possibility to do that, just that. And, you know, I mean, living in Italy also with a great view, waking up to this view every day, and I mean, I'm so extremely lucky, and that makes me, you know, that's also the part of me which realized that I'm so lucky, the situation I'm in, that also wants to, you know, that's why I want to give also a lot back to, you know, not only to football, but, you know, in general, I want to give back to the people who's not so fortunate. And I believe the work I do now with the foundation is the most important thing I can do to actually give back. I have a small, how do you say that? Like a quote that I say, like, that my climate engagement is my rent for living on this planet. That's like something I use normally, and I think it's a good one, because it's like, you know, I think we all should try to give a part of what we do back to, you know, something that's not benefiting you at as a person, but, you know, that's getting benefits also. Nu is twee nieuwe. Ik hoop dat het nieuwe nummer van misschien van duurzaamheid en dit soort dingen mag blijven. En dat, mijn doel is dat ook meer spelers dat krijgt. En dat spelers dat in Weplay Green komt, dat zij ook gaat gebruiken van nummer 2. Van een symbool van de crisis. Kei Morten had de 2 had met deze. En dan heb je 2 graden. Ja. Yeah.